Fred is dood. Een hoorspel van Ellen Gosling. Nederlandse bewerking Alfred Pleiter. Regie Dick van Putten. Ik heb weer gesopen. Ik heb een borreltje gedronken. Dan komt op hetzelfde neer. Ah, dat moet je nou niet zeggen, Jeannie. Er staat een behoorlijke wind buiten. De kroeg is zeker al een half uur dicht. Nou en? Niks. Alleen dat er hier iets vreselijks is gebeurd. Meer niet. Dan rij je de Gouden Pijl-express. Dat kleine herdertje van je is kapot gelazerd. Dan komt er dat getril. Ja. Nou. Zou je het niet opvegen? Iets vreselijks, afschuwelijks. Nou ja. Nou, ik heb het eens goed verteld vanavond, hoor, op de bond. Wat? Over dat stukwerk. Ik zei, dan moeten jullie eens even goed luisteren, zeg ik. Ik zeg, er staan hier twee partijen tegenover elkaar, makkers. Dat zijn zij en dat zijn wij. En wat mij betreft lopen ze er allemaal morgen zo de plomp in. Fred is dood. Het is gewoon een kwestie van... Wie? Fred. Welke Fred? Onze Fred. Fred? Dood. God, zo nog aan toe. Fred. Dood. In zijn bed. Boven? Hij ligt in zijn bed. Met zijn ene been dubbel onder hem. God, zo nog aan toe. Ik vraag me... Ze zou het nog kunnen lijmen, dat beeldje. Er ligt een 1000 gruzelementen. Dat lukt je nooit. Kom door die treinen. Door het getril? Door het getril van die treinen. Daar komt het door. Is de pest voor het huis. Trilt alles kapot. Ja. Vlak nadat jij naar de kroeg ging. Hij zag er al zo vreemd uit. Toen zei hij dat hij zich niet lekker voelde. Waarom is hij niet even gaan liggen? Dat is hij gaan doen. En daarna was het doodstil in huis. En toen? Toen ben ik naar boven gegaan met... Kijk, daar staat het nog op het blad. Een kopje thee en twee van die dingen. Lustte hij dat niet? Nee. Sleepy? Als een blok. Zou best wel trek hebben in een kopje thee. Hij lag op zijn bed. Met zijn kleren aan. En hij haalde adem. En zijn adem rook zo raar. Ga je geen theewater opzetten? Zijn gezicht leek helemaal ingevallen. Ja. Hij zag al altijd al uit alsof ieder ogenblik de pijp uit zou gaan. Hé. Wacht eens even, vies. Als hij ademhaalde, dan was hij niet dood. Dat was de eerste keer dat ik boven was. Dan was het dus gewoon flauwekul. De eerste keer mankeerde hem nog niks. En toen? Nou, daarna ben ik hier stilletjes blijven zitten. En toen bedacht ik opeens wat. Ik dacht bij mij, als die nou slaapt, dan slaapt hij vannacht niet. Wat bedoel je? Ja, nou, hoe zal ik dat nou uitleggen? Kijk, ik bonste bij hem op de deur, hè? En Ja, meid? Toen dacht ik, als die nou de hele avond blijft slapen, dan slaapt hij vannacht niet. Daarom kan ik hem beter wakker maken. Want anders, als die al zijn slaap gehad hebt, voordat hij gaat slapen, dan slaap je helemaal niet. En dus ben jij hem wakker gemaakt, hè? Ik ben naar boven gegaan. Maar hij zei niks. Hij gaf geen kick. Hij was doodstil. Doodstil. Zo, zo, zo. Klinkt niet zo mooi. Ik heb hem flink door elkaar geschud, zie je. Ik dacht bij mij, laat ik hem maar wakker schudden. Ja. Ik vind het maar raar. Zijn ene been lag helemaal dubbel onder hem. Eigenaardig. Ik heb hem nog aan zijn hoofd gevoeld. Hij was helemaal niet warm. Ah. En je hebt hem toen ook zijn pols gevoeld? Tuurlijk. Waar? Aan zijn pols. Ja, wat? Ik voelde niks. Jezus. Toen ben ik de kapspiegel gaan halen. Waarvoor? Om hem voor zijn mond te houden, om te kijken of hij beslaat. Deed hij dat? Nee. Dus... Toen dacht je dat hij dood was. Ja.
beetje. Er is geen stuk meer van heel. Dat komt door dat getril. Nou, zou je het dan niet opruimen? Ik ben rot geschrokken, Jack. Oh. Ik zat gewoon aan mijn stoel genageld hier. Dat zit je altijd. Ik kon gewoon geen vin meer verroeren van de schrik. Dat kan ik me voorstellen. Oh ja? Hoezo? Nou, je hebt ook een nare, hoe zou ik dat nu zeggen, psychologische ervaring gehad. Oh ja? Ja. Nou, ga nou theewater opzetten. Ja. Ik heb nog een warme pracht voor je. Ik heb geen trek. Voor een gevoelig iemand is het altijd een schok zo opeens een dooie te zien. Ja? Maar jij bent niet zo gevoelig. Oh nee? Nee. Er zijn geen kolen meer. Jawel, in de kit. De kit is leeg. Oh. Nou, dan heb ik zeker alles erop gedaan. Zou je hem dan niet eens gaan vullen? Nou, vind ik eigenlijk meer mannenwerk. Daarom heb ik gewacht dat jij thuis was. Ja. Zeg, heb je tegen iemand verteld? Nee, nog niet. Nee, natuurlijk niet. Je hebt natuurlijk vrouwen, die hadden hem al lang de deur uitgewerkt. Zijn bed opgemaakt en een raamadvertentie laten omhangen bij de boekhandel. En die hadden morgen al een nieuwe kostganger gehad. Maar zo ben jij niet. Ik heb alleen maar voor me uit zitten staren. Ja, naar die lege kolenkit. Ja. Net iets voor jou. Hij zoog uit een uurtje dood. Nou, zou je er niet eens opschieten? Nou, wat moet ik er dan aan doen? Ja, weet ik veel. Kostgangers, dat is jouw afdeling. Daar bemoei ik me niet mee. Jij zorgt voor de kostgangers, ik niet. Ja, je bent anders maar wat blij met die paar extra shillings. Extra shillings? Dan moet jij eens goed naar me horen, dame. Ik ben een volslagen transportarbeider. Ik heb een vak. Ik hoef me niet druk te maken over een paar extra shillings. Hoeveel soms? Tijd is geld voor mij. Ze betalen mij 6,5 shilling per uur, buiten mijn toeslagen. Probeer jij dat maar eens te verdienen. Tenminste, als ik me zo blijf afscheuren. Als ik nou doe, dan ben ik op een 60's en een wrak. Neem dat van mij. Nou, toch moet jij dit opknappen. Hé, wacht eens even. Dat is mannenwerk. Waar? Volgens jou is alles mannenwerk. Maar dan ook verdomme alles. Ik moet alles hier in huis doen. Dit repareren, dat repareren. Jij hebt in geen 20 jaar meer iets gerepareerd hier in huis. Nee, maar toch blijf jij maar doorzaniken, hè? Wat had je dan gedacht? Nou ja, het gaat me gewoon op mijn zenuwen werken. Fijn. Mag ik maar thee gaan zitten? Ja, doe dat. Hij schiet een beetje op. Zeg, luister eens. Iemand vertelde me laatst hè, over een kostganger die opeens overleden was. Maar ja, ik weet waarachtig niet meer wie. Maar fijn, iemand had een huurder en die bleek opeens overleden. En wat deed hij toen? Ja, wat deed hij toen? Weet ik veel wat hij toen deed. Nou, we zullen toch wat moeten doen. Hij ligt er boven op zijn dode rug. We kunnen hem toch echt niet zo laten liggen. Ja. Ja, het is een hele moeilijke kwestie. Nou, hij kan er niet zo blijven liggen. Nee. Ja, maar hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt. We moeten echt iets doen. Hij heeft het aan zichzelf te wijten. Ik heb gewacht dat jij thuis was. Zo, hier, de thee. Nou, mooi. Had hij ze maar laten overrijden? Jack. Ik meen het. Dat zou veel eenvoudiger wezen. Voor alle partijen. Kijk, ik bedoel, daar hebben ze een systeem voor. Daar weten ze raad mee. Maar het zijn die gozers die stiekem de trap opsluipen om even op bed te gaan liggen en dan de pijp uit te gaan die je glazen verzorgen. Nou ja, fijn, hoe dan ook. Hij kan daar niet zo blijven liggen. Heb ik gelijk of niet? Jij zal het wel weten. Nou dan, punt 1 op de agenda is, hoe lozen we hem? Hoe? Door het bij de betreffende instantie aan te geven. Laten zij het maar uitzoeken. Ze weten het toch allemaal zo goed? Dan moeten ze er meteen van verwitteren. Om deze tijd nog? Weet ik veel, dat weet ik ook niet. Nou hier. Schenk me nog een kopje thee. Ja. Zeg, weet je wat ik dacht? Ik dacht net bij mij. Wat zou je denken van dat boek? Welk boek? Nou,
Teddy heeft toen eens een boek van iemand geleend. Dat heb je mee naar huis genomen toen. En daar stond in wat je allemaal moest doen en zo, in geval van in geval van nood of zo? Precies. Waar is dat boek? Dat weet ik niet. Nou ja, aan jou heb ik ook wat, zeg. Ligt me dat te drammen over een boek wat ik nog nooit gezien heb. Het ligt onder de wasmachine. Hallo? Nou, daar was toch een wieltje vanaf? Ja, dat weet ik. Nou, daarom heb ik het eronder gelegen, zie je. Ik had gekeken of er misschien wat in stond over het repareren van wasmachines, maar er stond niks over in. En toen heb ik het eronder geschoven, op de plaats waar het wieltje had gezeten. Dan is het dus toch nog van pas gekomen, dat boek. Ja. Wacht, hier, help even, ja. Hè. Dan haal ik het tref onder vandaan. Ja, kom eventjes, ja. Hier. Zo. Kom hier, ja. Zo, dan moet je even zo. Ja, zo. Ja, zo. Ja. Hé, hey, denk aan mijn jat, hè. Wacht, hey, alleen maar even naar voor het trekken. Jezus, het aanrecht. Nou, hou nou vast, ik... Au. Ga op, ga op. Au. De steunen zijn doorgeroest. Nou, ga opzij. Ik had je toch zo gezegd dat ze doorgeroest... Ja, het is goed. Er ligt een dode gozer daarboven. Ja, dat weet ik. Nou, leg er niet te zeuren. Wij sappelen met een kwestie van leven of dood. En jij weet niet beter dan zeur over zo'n stel stinksteunen. En jij dan helemaal geen gevoel voor de dingen, Ginny. Er ligt daarboven een kerel. Dood. Sorry. Nou ja, toon dan tenminste een beetje respect. Zo, ja, dat boek is half vergaan. Nou, pak toch maar aan. Ja. Hier, zo. Ja, zo. Hier is het. Praktische... En nuttige wenken. Het is beschimmeld. De kaap van de wasmachine lekt. En dat je daar nou ook eens niet wat aan doet. Nou, wat dan is hemelsnaam? Nou, je zou eens zo'n klusjesman kunnen laten komen. Alles flikkert hier zo'n beetje in elkaar. Maar dat boek, dat stinkt helemaal. Moet je eens ruiken hoe dat stinkt? Ja. Oeh. Wat een rotlucht, hè? Net die adem van hem. Ja, bedorven. Nou kom, laten we weer bij de aard gaan zitten. Ja. Ja, hè? Goed. Ja. Zo. Staat er iets over in? Ik ben aan het zoeken. Algemene ontwikkeling. Hoe hoort het eigenlijk? Wie nodig ik uit en hoe? Assurantie en verzekeringen. Hé, die foto? Verroest. Hij zit helemaal vastgekoekt. En probeer hem dan voorzichtig los te trekken. Ja. Zo, daar hebben we hem. Geef eens hier. Ach, zijn halve gezicht is weg. Dat zit nog aan die bladzij hier. Hier, alsjeblieft. Kleine Teddy. Dat was die lege plaats. Waar ze hem toen naartoe hebben gestuurd om gymnastiek te maken en zo. Jazeker. Dat is kamp Skegness. Daar moest hij heen om stevig en gezond te worden. Allemaal voor niks. Nou, bank- en giro-rekeningen. Financiën, sociale bijstand. Hé, luister eens. Hier staat... Indien u ongewild in financiële moeilijkheden mocht zijn geraakt... en uw inkomen is minder dan 250 pond per annum... Wat wil dat zeggen? Oh, dat is Latijns. Oh, een of andere medische term? Dan komt u in aanmerking voor een... annuïteits. Het staat er allemaal precies in. Ja, toch een verrekt handig boekje eigenlijk. Je zit nou toch niet zo op die foto te staren. Ik dacht bij mij... Ik had toch wel eens willen gaan zien waar die nou begraven ligt. Je hebt die foto er toch van gezien? Jawel, maar daarop kon je niet echt onderscheiden welk kruis hij nou eigenlijk dat van hem was. Oh ja, god alle macht er nog aan toe. Je denkt toch zeker niet dat ze... Nou, hier. Hé, kijk dit hoofdstuk is. Telegrafie en morsesijnen. Dat heb ik allemaal precies geweten toen ik een jaar of wat in de... Maar wacht even, hier heb ik het. Hoofdstuk 13. Gemiddelde levensduur. Nou, daar zal het wel bij staan, denk ik. De statistiek gemiddelde levensduur voor Groot-Brittannië is... 58,5 jaar. Zo oud kun je dus gemiddeld worden.
Wat was hij? Hij zou 6 dagen later 21 zijn geworden. En toe, alsjeblieft, leg die foto nou toch weg. Zo, zo is het beter. Nou, hij daarboven. Hoe oud was die, denk je? Oh, hij zei dat hij 63 was. Nou, dan heb je een mooie overschep gehad. Volgens zoals het eerst had aangegeven. Nou, hier zie je die foto's allemaal. Kijk, kijk, zie je al die tekeningen? Hoe lang je moet wezen en zo. Als je 18 bent, dan moet je gemiddeld 60 kilogram wegen. Het staat er allemaal precies in. Het is een verrekt handig boekje, Ginny. Dat moet je in de kast leggen. En de wasmachine dan? Nee, nou, leg daar maar een baksteen onder. Nou, staat er nou ook iets in over wat wij nou moeten doen? Kalm, kalm, kalm. Rustig aan. Ik ben toch zeker aan het zoeken, of niet? Huwelijk. Hoe koop ik mijn eigen woning? Ja, gek, daar zitten we nou nog net op te wachten, hè? Moeilijke kwesties. Ah, daar heb ik het. Daar zal het bij staan, meid. Het is beslist niet nodig om uw gehele leven uw hersenen tot één grote vergaarbak van feiten en cijfermateriaal te maken. Want tenslotte kunt u daarvoor altijd terecht bij openbare leeszalen. Maar tegen de tijd dat ik daar lid van word. Reisgidsen, buitenlandse naslagwerken. Nou, er staat geen letter over in. Niks over een dode kostganger of zo. Nou, dat is ook een mooi boek, zeg. Je kan er wel in vinden hoe lang een mens kan leven, maar niet wat je moet doen als er iemand de pijp uitgaat. Zal ik het maar in de kast leggen? Nee, stop het maar onder de wasmachine. Het is alleen maar oud flauwekul. Ja, haal mijn jas is. En weet je wat het is? Zoiets komt me hoogst zelden voor, waar of niet? Kijk, en daarom moeten wij vooral de juridische kant ervan in de gaten houden. Hier is je jas. Mooi, bedankt. Zijn wij juridisch voor hem aansprakelijk, voel je? Heb ik gelijk of heb ik geen gelijk? Als jij het zegt. Hij is onze kostganger, waar of niet? Ja, daar valt niet aan te tornen. Oh, en betekent dat wij een soort familieleden van hem zijn? Waarom trek je nou je jas aan? Nou, dat zal je wel zien. Wij zijn voor hem niet meer dan zijn kostbaas en zijn kostjuffrouw. En meer niet. Waar of niet? Je hebt gelijk, Chick. Mooi, dat zou ik ook denken. En waar is mijn das? Die hangt aan de kapstok. Haal hem dan. Van ons is hij niks. Hebben we dat nou eens en voor altijd vastgesteld? Ik dacht van wel, ja. Mooi, dat is een belangrijk juridisch punt. En de instanties zullen vast proberen ons van ons stuk te brengen wat dat dan gaat. Let op mijn woorden. Dat zullen ze proberen. Ons van ons stuk te brengen. Oh, niet zolang jij erbij bent, Jack. Ik dacht dat je uitging. Nou, niet meer. Zet maar weer water op. Ik wou dat je niet altijd je jas over een stoel gooide. Oh, nee. En wat zou je dan zeggen van jezelf? Kom eens hier. Nou. Kijk, hier is die kraan, meid. Jij laat zo'n kraan de hele dag maar lopen. Wat hindert het nou? Dat is toch maar water. Oh, en hindert dat niet? Weet je waar jij zat moeten zitten? In Tobroek. Daar was het alle Jezus belangrijk. Water. Heb ik je nooit verteld van die avond voor Kerstmis op Serenaita? Ja, jawel. Zeg, vrolijk kerstfeest met geen druppie water. Ja, behalve zeewater dan natuurlijk. Ja, nou, dat weten we nou wel. Teddy zou me beslist gelijk hebben gegeven als die er nog was geweest. Die zou nooit een kraan hebben laten openstaan. Krijg ik de pest over in... Ziezo, nou. Mooi. We hadden dus eens en voor altijd vastgesteld dat hij wettelijk geen enkel recht had om in onze woning de pijp uit te gaan. Maar dat kon hij toch niet helpen? Maar nee, daar ben ik nog niet zo zeker van. Ik bedoel, hij doet ons toch maar aardig de dampen aan, of niet? Besef jij dat eigenlijk wel? Ik bedoel, je moet het zo bekijken. Die kerel droeg een zekere verantwoordelijkheid. Hij wist dat hij ziek was. Hij moet geweten hebben dat hij ziek was. Dat heb je zelf gezegd. Daar ben jij getuige van geweest. En jij hebt hem een zekere, redelijke medische bezorging aangeboden. Dat kun je niet afstrijden. Nou ja, ik heb hem aangeboden dokter Petrie te laten komen. Aha. En dit is dan ook precies het juiste moment om eens te informeren hoe hij daarop reageerde. Hij zei dat het helemaal niet hoefde. Oh, God, skaleer er nog aan toe. Dan zouden de lui van de rechtbank zich toch zeker aan bult om lachen. Gozer heb gewoon geen benen om op te staan. Hij zei dat hij morgenochtend zelf wel even zou gaan. Nou, is die mooi of niet, hè? En intussen sluipt hij stiekem naar boven en geeft de pijp aan Maarten. Dan ga je niet even naar boven en kijkt of hij echt dood is. Twijfel jij daar nou opeens aan?
Ik was er zeker van dat hij dood was. Nou, ik neem het graag van Jan. Zeg, zet nog maar een pot thee. Ja. Zeg, ik geloof toch dat we het ergens moeten gaan aangeven. Bij wie? Nou, de politie. Dan ben je belazerd. Die bekijken dat natuurlijk meteen als moord. Nou, bij dokter Petrie dan. En wat kan die nou nog voor hem doen? Naar hem komen kijken. Maar jij hebt toch zeker al naar hem gekeken? Een dokter kan niks meer voor je doen als je eenmaal dood bent. Ja, maar we moeten iets doen, check en gaan. Nou, hou nou alsjeblieft op. We moeten het zo doen dat ons niks gebeuren kan. Om in het wilde weg instanties te gaan waarschuwen, nee hoor. We moeten eerst voor ons eigen zorgen. Kijk, die daarboven, hè, hij zal hem heus niet smeren. Nee, dat denk ik ook niet. Nou dan, wat was ik nou ook weer? Bij de dokter. Hé, oh ja, nou. Ik beweer dus dat hij de volledige schuld draagt. Er is een medische hulp aangeboden. Onze huisdokter woont hier vlak om de hoek en jij zei tegen onze huurder, ik zal de dokter maar even gaan waarschuwen, want u ziet er niks goed uit. Maar hij slaat dat aanbod af. Ik ben bereid dat persoonlijk te beamen wanneer het puntje bij het paaltje komt. Maar jij was helemaal niet hier. Ik weet dat ik niet hier was, schat, en daarom zitten we nou juist te babbelen samen. We moeten ervoor zorgen dat ons verhaal klopt, voordat de instantie zich ermee gaat bemoeien, voel je? Ja. Nou, jij zei tegen hem, u ziet er ontzettend slecht uit. En toen zei ik, nee, jij zei, ik geloof dat ik de dokter maar even ga halen. En toen zei hij, ach, dat hoeft echt niet. Goed? Ja. Nou, ja. Nou, dat verklaar ik desnoods onder ede. Jij hebt dat gezegd en ik heb het met mijn eigen oren gehoord dat je het zei. Met andere woorden, er zijn 2-1 voor het geval er moeilijkheden komen. Ja, daar heb je gelijk in. Wij hebben een fatsoenlijk hulp aangeboden. Hé, wat had hij meer van ons mogen eisen? Als kostganger? Heb ik gelijk of heb ik geen gelijk? Ja, kijk, zie je. Hij voelde zich opeens niet goed en toen zei hij dat hij even ging liggen. Goed. En wij hebben hem toch niet het recht ontzegd om even te gaan leggen. Wij wilden alleen de dokter waarschuwen. Ja, dat is zo. We drongen er zelfs op aan. Maar hij was eigenwijs. Voor hem was het niet nodig. Hij wilde er helemaal niks van weten. Het was hem gewoon een rotzorg. Nou, even goed mooi, hè? Ik bedoel, dit is toch eigenlijk een grote brutaliteit. Meneer kruipt stiekem naar boven en blaast de pijp uit alleen wat hij vindt dat het hem niet aangaat en alleen ons. Ik voel wat je bedoelt, Jack. Mooi, wij hebben hem hulp aangeboden. Nou, geef me jas maar weer. Er is hem hulp aangeboden. Bijna opgedrongen, mag je wel zeggen. En dat is het enigste waar het op aankomt. Trouwens, weet je wat ik opeens bedenk? Nee, wat? Die was natuurlijk gekomen, hè? Wie? Dokter Petrie. En wie weet, had hij misschien wel wat bij hem gevonden? Misschien had hij wel chronische bronchitis? Of anders had hij hem laten doorlichten of zoiets? Dat bedoel ik nou juist. Daar stuur ik nou juist op aan. Dan had hij nou in het gasthuis gelegen en ons kunnen uitlachen. Maar hij wou niet geholpen worden. Opzettelijk niet. Willens en wetens niet. Dat is toch niet verzoenlijk? Kijk, luister nou eens, Jeannie, schat. Ze zijn niet allemaal zoals wij, hè? Gewone mensen. Er zijn nou eenmaal mensen die... Nou ja, fijn, je weet wel. Heb je die jas nou nog nodig? Gooi je maar over de trapleun. Oh ja. Ja, daar komt hier vast en zeker een hoop juridisch gedoe over. Ze zullen wel een gerechtelijk vooronderzoek gaan openen. Ik bedoel... Heb jij ooit gehoord van een zo plotseling overleden kostganger? 2 keer. Wanneer dan? Nou, hij daarboven en het geval waar jij net van vertelde. Nou, dan zie je dus zelf hoe zeldzaam zoiets is. Oh, ja. Je zal eens zien, hè, hoe ze zich hier zullen vastbijten. Ze beginnen meteen met te zeggen, dat is een hoogst eigenaardig en wonderlijk geval. Je weet wel, hè, hoe die lui meestal praten. Een vent die daar alleen maar in de kost is en stilletjes naar boven verdwijnt om zomaar dood te gaan. Die ze elkaar al aanstoten omdat ze denken dat er een of andere rottigheid achter zit. Nee, meid, het is een vreemd en hoogst eigenaardig geval. Oh jee. Wat hè? Die pudding. Welke? Nou, die ik toen gemaakt heb en waarvan die zei dat hij er buikpijn van had gekregen. Wat is daarmee? Nou, ik vraag me af of hij dat niet tegen iemand anders hebt verteld. Waarom zou die? Nou ja, een mens kan nooit weten. Maar dan sterf je toch niet dan? Men sterft toch niet aan een mislukte pudding? Ja, maar dat gaat er alleen maar om of hij er iets over gezegd heeft. Dat heb hij vast niet. Hij zet die pudding dan maar uit je hoofd. Kernpunt van de zaak, dat hebben we dan.
We hebben hem hulp aangeboden en hij heeft die geweigerd. Er komt natuurlijk een gerechtelijk vooronderzoek. Denk je? Ja, en ik zal natuurlijk als getuige moeten verschijnen als man zijnde. Gaan ze me ondervragen. Ik krijg waarschijnlijk de knapste juridische koppen tegenover me. Wat moet ik zeggen? Jij niks. Jij beaamt alleen maar wat ik zeg. Ja. Ik zal het allemaal maar aan jou overlaten, Jack. Het lijkt me wel het verstandigste. Ja, ik zeg gewoon ja op alles wat jij vertelt. Precies, dat is het beste. Als jij op het verkeerde moment die grote bek van jou open doet, dan belanden we allebei nog achter de tralies. Ik zal niks zeggen. Mooi. Nou, opschieten. Hé, voel me een heel stuk opgelucht, Jack. Ja, ja. We hebben de zaak nou uitgezocht, hè. Ik voel me echt opgelucht. Mooi. En veeg die rommel dan maar op. Er is natuurlijk nog één ding wat we moeten zien te regelen. Oh ja? Wat? Hoe lozen we dat lijk? Lozen? Ja, dat moeten we zien te verdonkeren, manen. Heere God, Jack, je... Oh, ik ben heus niet van plan om een kuil op de binnenplaats te gaan graven, hoor, als je dat soms bedoelt. Nou, dat kent toch ook niet? Natuurlijk niet. Nee. Ik dacht alleen zo bij mijn eigen. Zijn wij verantwoordelijk voor zijn begrafenis? Nou, ik dacht van wel. Oh ja, hè? Jij dan niet. Is dat inbegrepen in zijn kostgeld, een begrafenis? Niet dat? Nee, natuurlijk niet. Laat het dan meteen maar goed tot je doordringen. En het kan me helemaal niet schelen wat ze willen beweren. Goed, we hadden bepaalde verplichtingen tegenover hem, maar meer niet. Zijn bed opmaken, zijn kamer doen, ontbijt. Verroest, wat kankerde die man altijd over het brood. En dan s'avonds een warm hap. Nou ja, en dan een redelijke verzorging in geval van ziekte. Die mijn eigen wijf hem keurig heb aangeboden, maar die heb afgeslagen. Dus daar hoeven we verder geen woord meer over fout te maken. Wat dat betreft hebben wij onze plicht gedaan. Zonder flauwekul of wat ook. Maar heb ik gelijk of niet? Ja. Nou dan. Zeg, waar zijn mijn pantoffels? Onder je stoel. En waar is de krant? Onder het kussen. Hm. Die stoel moet nodig is gemaakt worden, weet je dat? Stel jij voor dat ik eens lekker achterover zou gaan leunen. Ik zou me lelijk kunnen bezeren. Ik heb hem gemaakt. Met een touwtje. Met een touwtje. Zo'n stoel kun je niet repareren met een touwtje. Daar heb je een ijzerdraad voor nodig. Ijzerdraad? Waar moet ik dat vandaan halen? Ik pik morgen wel een paar stukjes mee. Merken ze toch niet. Ik neem een hele rol mee. Kunnen we alles in mij in orde maken? Ja, met hem dan. Hoe wil je dat in orde maken? Met hem daarboven? Ja. Ja, hij zal uiteindelijk toch begraven moeten worden. Heb je nog familie? Hij zei dat hij nog een broer had. Ja. Is een karweitje voor de begrafenis ondernemen? En de dokter. Hoezo? Nou, voor de papieren. Er moeten toch papieren voor worden getekend? Laten we nou aannemen dat dat gebeurd is. De dokter is geweest, alle papieren zijn keurig netjes opgemaakt en getekend met afschriften voor alle betrokken instanties. Goed? Ja. Maar dan komt de kwestie van de feitelijke ter aarde bestelling van de overledene. Moeten wij daar naartoe? Wil jij graag? Nou, ik weet het niet. Nou, je zou er wel even uitwezen. Nee. Nee, ik geloof niet dat ik ga. Ik in ieder geval beslis niet. Roest toch aan toe. 2 weken is als niks. Nee, hij zit pas 14 dagen in de kost. Je kan toch niet zeggen dat hij hier huiselijk verkeer heeft genoten of zoiets. Ah, als ik nog eens een paar pilsjes met hem had gedronken en een kwebbeltje gemaakt. Ik bedoel, dat geval. Hè? Nou, zou je een zeker contact met zo'n man hebben gehad en hem eventueel hebben geholpen? Hij was helemaal geen gezellig mens. Nee, integendeel. Hij had hier nooit moeten komen. Hij had beter meteen naar het gasthuis kunnen gaan. Hij was volkomen ongeschikt als kostganger. Neem je me niet kwalijk, maar waarom legt er geen linoleum op mijn kamer? Is dat misschien een manier om vriendschap te sluiten? Die vloer is keurig gebeitst, zei ik toen tegen hem. Ik weet nog goed wanneer je dat gedaan hebt toen Teddy nog klein was. En wat goed genoeg is voor mijn eigen zoon, zalig is goed genoeg voor zo'n kale kostganger. Naar zijn begrafenis gaan. Ging nog niet eens naar zijn bruiloft. Man gedroeg zich gewoon als een paria. Nee, ik zou niet graag met hem in gezelschap worden gezien. We gaan dus niet. Ja, kijk, ik bedoel, we kijken het nou ook eens van de andere kant. Laten we nou zo ver mogelijk wezen. Zou ik hem vragen op mijn begrafenis te komen? Nee. Nou dan. Joh, mijn voeten zijn weer helemaal opgezwollen. Trek die schoenen eens uit. Ja. Als je ze soms wil wassen, dan staat een ketel water op het gas. Nee, ze hoeven niet gewassen te worden. Ze hebben alleen maar rust nodig. Ik heb zowat een miljoen spaghettivreters krijgsgevangenen gemaakt op die voeten. Zonder ze ooit te wassen.
Zet ze dan niet zo vlak voor de haar. Ja, maar ik heb ze wel telkens rust gegeven zodra de heer officier maar even niet keek. Dan trek je je pantoffels niet aan. Te mee. Zeg, ja. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er bij Teddy's begrafenis waren. Een peloton, veronderstel ik. Nee, zit maar om nou even terug te komen op die schelvisskop daarboven. Harry, heb me eens verteld. Je weet wel, Harry, die ken je toch wel? Mm. Nou, die heeft me eens verteld dat soort mensen die sluipen overal rond. Hè? Die durven niet naar een gasthuis. Waarom niet? Ja, dat is iets geestelijks met hun. Het zijn eigenlijk alleen maar wandelende verzamelingen van allerlei ziektes. Vraag maar aan Harry. Ik kan het precies uitleggen. Ze zijn doodsbang, hè, voor een man in een witte jas. Ze hoeven maar zo'n stukje van een stethoscoop te zien en ze zijn al weg. Net, zij daarboven zijn doodsbang voor een ziekenhuis. Meen je dat nou? Net als jij. Ik? Ja, je staat toch ook immers de hele dag over je maag te wrijven? Maar ga je dan mee naar de dokter? Niks hoor. Nou, en jouw been dan? Mijn been? Wat is daarmee? Ik weet wat er aan mijn been mankeert, dat Harry me precies vertelt. Dat is geen maagziekte. Of iets waar ik geen verstand van heb. Nou ja, fijn. Wij zijn tenminste verder gezond. Ja. Dat is meer dan je van hem kan zeggen. Jack. Ja? Toch heb ik meelijden met hem. Ik ook. Ik zou niet graag willen doodgaan in een ander zijn huis. Ik zou liever helemaal niet doodgaan. Nee. Hey, zei jij niet dat zijn been dubbel onder hem lag? Ja. Nou, ga dan even naar boven en trek het recht. Nou, meteen. Ja, doe het maar vlug, voordat de... Oh, Jack. Nee hoor, ik zou hem echt met geen vinger kunnen aanraken. Ach, vrouwen. Stel je voor dat je daar de oorlog mee in moest. Dan ga jij dan naar boven. Ik, hè? Ja, jij bent erover begonnen. Ik heb de hele dag gewerkt, meid. Ik ook. Nou, ga dan maar gauw naar boven, hè? Ik steek geen vinger naar hem uit. Of wou je soms dat ik ging? Nou ja, als jij dat soms een vreselijk nodig... Schoenmaker blijft bij je leest, zeg ik altijd maar. Dat is werk voor een aanspreker. Weet hoe dat moet. Ik ben maar gewoon een amateurtje wat dat betreft. Wie moet die begrafenis eigenlijk betalen? Wij in ieder geval niet. Hij zal toch betaald moeten worden? Niet door ons. Wie waarschuwt de begrafenisondernemer? Dat zal ik wel doen. Dan zou je toch ook moeten betalen? Waarvan? Nou, van het kostgeld dat hij ons betaald heeft. Het geld zullen ze wel terug willen hebben. Zijn kostgeld? Ja, denk jij van niet? Misschien. Dat is een belangrijk punt wat jij daar aanroert. Gezien het feit dat je helemaal geen familie of andere nabestaanden nalaat. Er is zelf best een of andere. Maar ja, dat zou verrek vervelend kunnen wezen. Zie je nou wat een gedonder die ons bezorgt? Ja, als hij nou bij zijn eigen thuis was, dan was het heel anders. Ja, natuurlijk. Hey, wacht eens even. Luister eens. Ik geloof dat ik er wat op weet. Geef hem een checkdosis. Hero. De oplossing is simpel, dood eenvoudig. O ja, wat dan? Hij heeft ons nooit betaald. Waarom niet? Hij had niet. Hij was zonder werk. Hij zocht toch zeker een baantje, waar of niet? Ja, ja, dat is waar. Natuurlijk. Ik zit hier toch zeker geen verhaaltjes te verzinnen. Waar zijn mijn vloedjes? In de vaas op de schoorsteen. Geef even. En kookt dat water dan nog niet? Staat op een klein pitje. De man zat helemaal aan de grond. En we zullen zeggen dat hij ons gevraagd heeft hem even te willen helpen tot hij weer een baantje had gevonden. Afgesproken? En wij hebben ja gezegd omdat we hem mochten. Omdat we hem zo'n aardige kerel vonden. Maar hij was wel een rustige kerel, dat moet ik toegeven. Hij was een aardige kerel. Rustig, gewoon, eerlijk. Ja, ja, dat was het. En daarom had ik er geen bezwaar tegen hem te helpen. Hoefde hij niks te betalen. Ja, maar hij heeft me twee keer betaald. Op allebei de vrijdagen. Hij heeft me twee keer 3,5 pond betaald. Op vrijdag. Dat weet ik nog zo goed omdat ik allebei die keren met mijn natte handen stond. Jenny, meidje, begrijpt er gewoon nog geen flikker van. We moeten alleen maar zorgen dat ons verhaal klopt. Oh. Het is precies zoals ik zei op die vergadering. Het is een kwestie tussen hun en tussen ons. Wie zijn hun? De heer officieren en de bazen. Er staat niks zwart op wit van dat kostgeld, hè? Nee. Dan hebben we dus in zekere zin vastgesteld dat er niks betaald is. Door niemand. We zullen zeggen dat hij ons niks betaald heeft. Hey, uiteindelijk door. Ja, ik geloof van wel. Ja. Mooi. Nou, zet dan nog een pot thee. Mm. De muur is helemaal beslagen door die ketel. Wat, hè? Het water stroomt gewoon langs de muur. Er komt weer die glansverf. Ja, dan kan de muur niet aasemen. Hé. Hey. Wat is het? Kom eens hier, gauw. Ja. Ja. Er schiet me opeens wat te binnen.
Reken eens uit wat zo'n begrafenis kost. Nou, dat zal niet goedkoop wezen. Reken maar 30, 40 pond. Als het niet meer is. Met koffie en borreltjes. En bloemen, niet te vergeten. Hebben we dat wel? Nou ja, als het met alle geweld zou moeten, dan zou ik misschien... Nee, ik bedoel, onder ons gezegd, hebben we dat? Maar niet als jij zegt van niet. Nou dan. Ik bedoel, ja, niet om het een of het ander. Als die nou een familie was of aangetrouwd of zo, maar... Gezien de vreemde omstandigheden. Nee, we hebben het gewoon niet. En ons vakantiepotje? Wat zei je daar? Ons vakantiepotje. Ja, dat meende ik al te verstaan. Ik bedoel, bekijk het eens anders. Jij zal toch ook nooit zeggen, ons begrafenispotje? Nee. Nou, dan praten we er ook niet verder over. Ik zou best wel eens met vakantie willen. Ik begrijp niet hoe jij er zo rustig kan zitten breien met die dode gozer boven. Dat geeft me juist een beetje afleiding. Dat is nou weer typisch jou. Enfin, we zitten maar mooi met hem opgescheept. Ik zie ons vakantiepotje al in dat graf zakken. Compleet, met een paar glimmend koperen handvatten eraan. Ja, dat is nou het resultaat, Ginny. Hij legt er rustig op zijn dode rug en weet van niks. En intussen zitten wij maar mooi met hem opgescheept. Ik wou dat we konden verhuizen. Ja, dat zou de oplossing zijn. Dan konden de volgende huurders zien hoe ze van hem afkwamen. Ik zou wel eens glashard ontkennen. Ik zou gewoon een ruit indrukken en zweren dat hij had ingebroken. Ik wou dat het helemaal niet gebeurd was. Kijk, dat is nou een verstandige opmerking. Dat zou inderdaad het beste wezen. En wat ga je doen? Kopje thee inschenken. Nou, die zal intussen ook wel sterk wezen. Fred zou vast ook wel een kopje hebben gelust. Ik heb nog nooit een kostganger gezien die dat niet lustte. Als wij thee hebben gedronken, ga ik vlug naar René. Die weet misschien wel wat. Wat bedoel je? Nou, die weet misschien wel wat we moeten doen. Nou, ik weet ook heus wel wat we moeten doen. Ja, maar dat doen we niet, hè? Wat doen we niet? Nou, wat we zouden moeten doen. Hij zit alleen maar te kletsen over hemse rechten en onze rechten. Nou, en? En is dat dan niet het allerbelangrijkste? Ik ben doodsbang voor die dokter. Wat zou die nou kunnen doen? Nou, die dokters op de televisie, die zien het altijd meteen. Wat zie je niet meteen? Wanneer iemand overleden is. Ze bekijken zijn lijk eventjes en dan zeggen ze... Hij is 8 uur geleden overleden. En als het 2 uur geleden is, dan weten ze dat ook, weet je dat? Op de minuut af. En dan zitten wij in de puree. Hoe bedoel je? Nou, omdat we de bevoegde instanties niet hebben gewaarschuwd. Die hebben we toch niet verteld? Ze wat verteld? Dat die dood is. Ja, wacht eens, hé. Ga zitten. Ja. Goed. Nou? Wij zitten hier, waar of niet? Ja. Goed. Nou nemen we aan dat ik net ben thuisgekomen. Volg je me? Ja. Ik kom binnen en ik ga zitten. Goed? En nou begin ik tegen jou te praten. Oh. Hoe is het met Fred? Ga door. Nou moet jij zeggen, dat weet ik niet. Nee, ik zou zeggen die is naar boven. Oh ja, zeg ik dan. Meen je dat nou? Hij voelde zich niet zo lekker. Oh nee. Nou, ik denk dat hij zich morgen wel weer een stuk beter zal voelen. Ja, ik geloof dat ik mijn krantje maar eens ga zitten lezen. Geef me de krant eens even, lieverd. Dank je. Ja, ik ga even mijn krantje lezen, hè, zoals ik dat dan elke dag doe. Ik bedoel, ik ben de hele dag aan de sjouw geweest. God, wat heb ik me afgescheurd. Weet je... Hij heeft ons weer de hele dag van die stinkende kisten naar die smerige loods 5B laten sjouwen. Die loods 5B, die al die zo naar de paardenmest stinkt. Oh ja? Zeg, weet je wat ik hier lees? Dat de radio voortaan 90% muziek gaat brengen in zijn programma's. Waar halen ze al die muziek vandaan? Het zijn allemaal platen. Meen je dat nou? Ja, je dacht toch zeker niet dat het allemaal echte orkesten waren? Maar dat weet ik niet. Je denkt toch zeker niet dat die orkesten 's ochtends om 6:30 al gaan zitten spelen, alleen voor ons? Dat is wel een beetje vroeg, ja, hè? Het is me nogal een mooi zootje, die muzikant. Moet je Harry daar maar eens over horen, die speelt zelf ook piano. Weet jij hoe laat die lui uit hun nest komen kruipen? Nee. 8:30. Ja, en soms pas om 9:00 's morgens. Kijk, daar gaat hij weer eentje. Wat voor eentje? Nee, hij is er voorbij. Ja, 90% muziek. Is eigenlijk wel leuk. Hey, chick. Wat, hè?
je het werkelijk te doen? Ik probeer wat te bewijzen. Wat dan? Dat het niet meer dan volkomen logisch is dat wij hier best zouden kunnen zitten terwijl hij daarboven lag. En wij geen eens wisten dat hij dood was. Wij bemoeien ons niet met hem en hij bemoeit zich niet met ons. We hadden praktisch nooit contact. Voel je? Ja, ik geloof het wel, ja. Mooi. Ik ben net thuisgekomen na een hele dag hard werken, met daarna nog een vergadering van de bond die alleen maar een hoop gouden hoer bleek te wezen. En ik weet dus nog niet dat onze kostganger is overleden. Is je dat nou eens en voor altijd duidelijk, Virginia? Ik geloof het wel. Mooi. Grin ik je om? Let er maar eens op, je. Je zal zien hoe die... Die stomme kappers. Die stomme kappers. Oh, Jenny. Geloof je niet? Vast zeker. Nou, die geloven ons vast en zeker op ons woord. Ja, die geloven. Ze geloven het vast. Wat? Nou, wanneer die gestorven is. Wanneer is die dan gestorven? Morgens. Morgenochtend. Het is het beste moment. Het is nou al lang na 11. Alle kroegen zijn dicht. Ik breng hem nou 's morgens een kop thee, hè? Zoals ik altijd doe. Ik stap zijn kamer binnen, ik zie hem en dan zeg ik... Oh, die arme stakker is overleden. Ja, nou klinkt het misschien niet grappig, maar morgenochtend is het wel een geheim, want er ligt hij nog aangekleed op bed. En daardoor valt hij me juist op, zie je? Ja, dat wil ik graag geloven. Nou, en dan roep ik naar beneden. Hoi! En jij holt naar boven. Goed, zal opletten. En dan zeg jij... Wat ziet hij er raar uit? Nou, onthoud je dat allemaal een beetje? Ik hoop van wel. Enfin, maak je daar nou maar geen zorgen over, hè? En dan zeg je maar zoiets van, ik zal de dokter gaan waarschuwen. Nogal logisch. En dan zeg ik ga naar mijn werk. Naar je werk? Ja, ik kan toch zeker geen week vrij nemen? Enfin, als jij nou maar blijft rondhangen, hè? Jij gaat dus naar de dokter, begrepen? Ja. En je zegt alleen tegen die dokter dat hij er zo eigenaardig uitziet. En als hij dan zegt, die arme man is helaas overleden, dan zeg je alleen maar, oh God, en valt flauw. Zo echt mogelijk. Zomaar. Op de grond. Helemaal in katzwijn. Nou, en dan zijn zij aan de beurt. Dan kunnen zij het verder opknappen, want ze weten het toch allemaal zo goed. Dan worden ze nou juist voor betaald. Hij belt natuurlijk op en binnen 10 minuten staat er een ziekauto voor de deur. En dan kom jij gauw naar me toe om me te vertellen wat er gebeurd is. En ik dacht dat jij naar je werk was. Nee, ik zit nog even in het café om de hoek. Daar pik ik een neutje om te bekomen van de schrik. En ik schrik me natuurlijk het lazige zoals ze hem vinden. En als die dokter me nou allerlei dingen gaat vragen? Nee, nou ja, in dat geval dan zeg je gewoon niks. Oh. Je houdt je mond en je zegt geen woord. Je weet wel net zoals je altijd doet als ik thuis kom en ik ben doorgezakt. Dan ken je het toch ook altijd zo goed, waarom dan nou niet? Nou, vooruit dan maar. Ja, lijkt me de beste oplossing, hè? Zo, nou, en hebben we nou niet denken, die zand die over mijn fiets hangt. Ik trek er hier mijn broek uit en ga ik me nog even zitten warmen. Kan ik regel echt naar boven en naar bed voordat ik weer van die ijskoude benen krijg. Ga je dan al naar bed? Ja, het is 11:30, schatje. Met hem nog in huis? Er zal niks anders op zitten. Oh, maar ik ga niet slapen zolang hij hier nog in huis is. Waarom niet? Van hem heb je juist geen last meer. Ach, dat begrijp jij niet. Wat bedoel je? Ja, moet jij eens goed luisteren, Jeannie. Ik ga niet slapen zolang hij nog hier in huis is en daarmee uitcheck. Sorry. Ja, maar waarom dan niet? Nou, hij zei... Hij was geen sympathieke man. Hij had iets geks. Van die stiekeme dingen. Trouwens, er was iets met hem, dat heb ik jou nooit verteld. Iets wat jij nooit zou willen geloven. Hij had een klein boekje. Wat voor een boekje? Een sortiment van dagboekje. Een dagboekje? Ja, en dan schreef hij precies in op wat hij iedere dag deed. Zelfs zulke dingen als wanneer hij niet naar het toilet kon of zo. Hij heeft erin geschreven dat wij smerig waren. Hoe weet jij dat? Ach, nou ja, je weet hoe dat gaat. Ik kreeg het toevallig in mijn vingers. Je weet wel, ik was aan het opruimen en toen viel mijn stofdoek. Precies in die aktentas van hem. Nou, ik maak de tas open om mijn stofdoek te pakken. En daar lag toen dat boekje. Nou, en toen heb ik erin gelezen. En dat is maar goed ook. Kunnen we een proces beginnen wegens laster? Ga het halen. Het dagboekje? Ga naar boven en ga het halen. Je moet echt niet denken dat ik zoiets maar rustig over mijn kant laat gaan. Begrijp je dat?
smerige leugens over ons schrijven in boekjes en dan nog afpijgen in onze eigen woning. Nee, dat is nou toch zeker wel het toppunt van brutaliteit. Ik durf het niet te halen. Nou, ik zou het toch maar gauw doen, meid. Is de vraag of ik nog langer kan beheersen? Anders sla ik hem misschien nog verrot. Heb je het echt nodig? Ga halen, zeg ik. Stel dat hij... Dat hij recht op je zijn bed zit. Nee, nou, dan vraag je hem of hij een kopje thee wil. Stel dat hij rechtop gaat zitten als ik in die aktentas zoek. Vraag hem of hij een kopje thee wil voordat je in zijn aktentas zoekt. Hij schiet nou op. Alsjeblieft. Echt leer? Meneer liet het breed hangen. Hebt er een hele hoop gekke dingen in geschreven. Geef me bril eens. Nou, hij schreef wel ontzettend klein, hoor. Ja, hè? Wel netjes. Oh, dankjewel. Hé, ik zie geen flikker door die bril. De glazen zijn ook helemaal vuil. Je moet hem ook af en toe eens even schoonmaken met een vochtig lappie. Nou, hier. Lees jij maar. Jij kent het handschrift van hem. Vandaag had ik niet alleen weer last van constipatie, maar voelde me ook weer zo melancholiek. Dat komt steeds vaker voor. Het was dus iets chronisch. Dat kan Harry je precies uitleggen allemaal. Melancholiek? Is dat niet als je je beroerd voelt? Je weet toch wel wat koliek is? Ja, dat hebben baby's. Teddy heeft het ook gehad toen hij klein was. Nou, dat had hij. Koliek. Iets in zijn darmen. Ja, die indruk maakte niet ook. Koliekerig. Geef me een kleine woordenboekje eens. Het ligt in de laag. Dan zoek ik het even voor je op. Nee, even zo goed, toch geen excuus hoor. Hij wist wat hij had. Nou, mooi. Dank je. Nou, zal ik het even opzoeken, hè? Ja, ik vind het leuk om van die dingetjes op te zoeken. Oh, hier. Memento mori. Gedenk de doden. Nou, dat is ook mooi toepasselijk, hè? Hoe was het met hem? Hij heeft zijn ogen open. Oh, hier heb ik het. Meloen. Hé, wist jij dat Meloen familie van de Canteloup was? Wat is Canteloup? Dat zal ik even voor je opzoeken. Ach, verrek. We hebben toch zeker geen boekje nodig om te bewijzen dat hij wist dat hij een dodelijke ziekte had? Het zou me niks verwonderen als we nog een soortement van schadevergoeding zouden krijgen wanneer we met dit dagboek op de proppen kwamen. Waarvoor? Voor de opzettelijke overlast die hij ons heeft aangedaan. Toen hij hier kwam, toen heb hij vast en zeker bij zijn eigen gedacht... Dit is precies wat ik zoek. Als je melancholiek bent, dan is dit precies de goede woning daarvoor. Verroest je niet. Hij heeft ons er gewoon tussenuit gepikt. Want hij zal er zeker wel 100 kamers hebben gezien. Hij had ook zoiets gemeend. Dat was hij ook. Dat zie ik nou in. Hij zal het waarschijnlijk allemaal wel daarin hebben opgeschreven. Dat boekje is een document wat ons van alle schuld zal vrijpleiten. Zoek eens op. De dag dat hij hier kwam. Ja, even kijken hoor. Het is terug. Ja. Oh ja. Ja, hier heb ik het. Ik heb een nieuwe kast gevonden bij een achterbakstel dat Flint heet. Nou, had ik gelijk of niet? Oh, dit had ik nog ineens gelezen. Dat had ik zeker overgeslagen. Wat staat er dan? Meneer Flint is zo'n herrieschopper van een vakbondsmannetje... dat het liefst een revolutie zou willen beginnen. Wat zeg je me daarvan? Zoiets schrijf je toch zeker niet als je weet dat het door een dame gelezen kan worden... Oh. Laat eens kijken. Wat een smeerlap. De politie zou hem voor schut moeten zetten. Stel je voor dat ze zoiets voorlezen voor de rechtbank. Zijn vrouw is flets en goor en ziet eruit alsof het bed haar afgesleten heeft. Op dat boek van Hill hebben ze verbrand. Wat zou ik hier dan wel niet mee moeten doen, vraag ik me af. Er een vlammenwerper op zetten. Hier hoor maar eens wat hij schrijft over je koken... Weer haché en volkomen uitgepieterde groenten. Ik ga het boek even verbranden. Het is gewoon vies. Het is nog erger dan die play bij ons op het werk. Oh, zie je dat? Vandaag mijn huur betaalt 3,5 pond. De vuile leugenaar. Hij heeft ons nog nooit een penny betaald. Nee, dat boekje moet weg. Dat maakt de zaak alleen maar... Hé, moet je dit horen? Juffrouw Flint vertelde me dat er een man 4 keer per week smoordronken thuiskomt. God, toch aan toe... En ditte, Flint is gisteravond weer dronken thuisgekomen. Het bed heeft tot 's morgens vroeg gekraakt. God, Ginny, ik verlies gewoon mijn vertrouwen in de mensen. Heb jij hem ooit zoiets verteld? Nee, Jack. Weet je dat zeker? Ja.
Nou, hoe weet hij het dan? Hij ging bijna nooit uit. Maar nou gaat hij er dan wel uit. En meteen. Wat ga je doen? Ik smijt hem over het balkon. Verroest. Nou, ze kunnen mooi zeggen van de dooie niks dan goeds. Maar dit gaat me nou toch echt een beetje te ver. Dat is gewoon niks anders dan een hele hoop vuilspuiterij. Wat een smeerlap was die vent. Ik heb nooit wat tegen hem gezegd, Jack. Ik heb hem altijd links laten liggen. Ik voelde wel dat er iets los was met hem. Als een koffertje. Welk koffertje? Dat koffertje dat onder zijn bed staat. Gaat halen. Waarom? Omdat ik het zeg. Ik ga een grondig onderzoek instellen naar die kerel voordat ik de instanties hier binnenlaat. Gaat halen. De kwestie is, edelachtbare, dat dit heerschap één grote duivelse poel des verderfs was. Om u slechts één voorbeeld te noemen, edelachtbare. En dan wil ik het feit dat hij een dagboekje bijhield nog als een van zijn minst smerige gewoontes naar voren brengen. Hij was een schandvlek van de maatschappij, om het maar eens heel onomwonden te zeggen. Hij heeft niks meer gekregen dan zijn verdiende loon. Hier is dit koffertje. Mooi, mooi, dat zullen we dan eens goed bekijken. Geef me eens een zuurvorkie. Waarvoor? Omdat ik het niet vol met vingerafdrukken wil hebben, daarvoor. Het zal waarschijnlijk wel als bewijsmateriaal worden gebruikt. Ziezo. Geef me hier dat vorkie. Ik heb altijd wel gezegd dat het nog wel eens van pas zou komen. Zie je? Ik gebruik het als een soort pincet. Alsjeblieft. Doosje pillen. Laat eens ruiken. Die ruiken precies naar maagpillen. Leg neer. Zijn misschien wel verdovende middelen. Zo'n kerel als hij zag er waarschijnlijk helemaal geen been in om eerst een hoop van die vuiligheid te strikken voor zijn eten. Hoe bedoel je? Jij moet de krant eens wat beter lezen, meid. Daar staat het in, al die dingen. Zal ik jou eens wat zeggen? Ik was serieus van plan een vrije dag te nemen om die gozer te helpen. Om zo'n rotzooi een beetje voor hem op te ruimen. Oh ja? Eerlijk, maar ik heb me bedacht. Voor zoiets neem ik nog geen 2 minuten vrij. Voor zo'n vuilak. En als er nou een onderzoek komt? Dan weiger ik te komen. Kunnen ze je dan niet dwingen? Mij niet, hoor, meid. Ik spring niet in de bres voor smeerlappen. Voor mijn part komen ze hem weghalen met een handkar. Mens, nee. Wat heb die kerel een hoop sokken? 2, 4, 6, 8. Kijk eens even. 9 paar sokken. Misschien had hij zweetvoeten net als jij. Ik heb hem ze anders nog nooit zien wassen. Jij wel? Nee. Nee, maar hij was hier ook pas 14 dagen. Oh, wat is dat voor een zwart doosje? Hak maar eens open. Een soort spuitje. Geef eens hier. Ja, dat is een injectiespuitje. Was Harry maar hier, die weet alles van dat soort spul. Wat zijn dat nou allemaal voor kleine flesjes? Geef eens eentje hier. Nee? Insuline. Wat is dat er? Een van dat soort medicijn. Daar heb ik eens ergens iets over gelezen. Hij moet doodziek geweest wezen, als je al dat spul zo ziet. Zoveel hebben ze nog geen eens in een ziekenauto. Hier, een zootje foto's. Hey, wie zou die kerel wezen? Nou, dat zou die broer van hem wel eens kunnen wezen waar hij het over had. Ja. Hey, moet je dat nou eens zien? Allemaal foto's van naakte wijven. Oh, laat kijken. Nou ja, die kerel, het is gewoon niet gewoon. Kijk eens wat een stapel die er had. Zeker wel 50. Zal ik jou eens wel zeggen, Jin? Jij mag van geluk spreken dat je een tikkie aan de leuke kant bent, anders had hij jou ook nog achter je vodden gezeten. Nou, dan was die mooi op de koffie gekomen. Ja, dat had hij ook niet van tevoren kunnen weten. Hoe zag hij eruit toen je dat koffertje kwam halen? Hij had zijn ogen weer dicht. Weet je dat zeker? Nou, ik geloof het wel. Ik ben alleen maar vlug even erin en eruit gewipt. Dat is gek. Weet je zeker dat hij ze dicht had? Ja, dat wil zeggen. Hé, het is wat. Wat was dat? Check, er is iemand. Ja? Nee, dat is bij de buren. Ze poken de haard op, hoor maar. Ja, ik word er een beetje... Je weet wel, ik vind het eng. Ja, dat bevalt mij ook helemaal niks. Wat ga je doen, Check? Stil nou eventjes. Meneer Merritt, heb u misschien trek in een kopje thee? Geen antwoord. Check, luister nou eens. Ik krijg er gewoon kippenvel van. Waarom gaan we nog niet naar buiten? Waarom doen we de voordeur niet open en roepen we iemand? Ginny, dit is een hoogst ernstige kwestie. We mogen echt niet in paniek raken.
Nee, eerst stoppen we al dat spul weer in het koffertje en brengen het naar boven. Ja. Ziezo. Zo, doe het er maar in, hè? Ja. Verroest. Wat een harde sok is dat. Kijk, hier is. Oh, geld. Dat was uitgekookt om dat in die vuile sok te stoppen. Nou, dat is niet zo'n klein beetje ook, zeg. Kijk eens eventjes. Je hebt hier een aardig spaarcentje bij elkaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verroest. Kijk eens al die briefjes van 5. Dat is 10, 20, 30, 40, 50, 60. Allemachtig. 65. En dan nog al dat kleinere geld. Die steken zo'n 70 pond bij elkaar. Hij had pond, die vent. Oh, Jack, doe de deur dicht. Ik krijg er gewoon kippenvel van. Oké, schat. Nou, over die begrafenissen hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Daar kan hij zelf verschokken. Hij kan zelfs een hele dure bekostigen. Heb je meer dan genoeg? Als je het mij vraagt, zat hij er warmpies bij. Je kan het zelf uitrekenen. Scharrel ik soms rond met sok vol briefjes van 5? Nee. Nou, ik ben heel blij dat wij dit gedaan hebben. Voel je nou wat ik bedoel, Jenny? Voor hetzelfde geld hadden we een hele meute van instanties hier in huis gekregen. En dan hadden we die man zijn zaken nooit rustig op orde kunnen brengen. Bijvoorbeeld onze achterstallige huur hadden we dan ook nooit gekregen. Hij is ons helemaal geen huur schuldig. Hij komt hier met een heel verhaal over alle moeilijkheden die hij heeft. En intussen heb je dit allemaal opgepot. Ja, maar dat hadden we toch verzonnen? Oh ja? Ja. Ja, dat is waar ook. Nou weet ik het weer. Nou ja, fijn, ik probeerde me te houden aan wat we hadden afgesproken. En daar moeten we ons aan houden, schat, want anders loopt de zaak volkomen stuk. Zeg, je voelt natuurlijk wel dat dat geld in sommige van die kosthuizen hier in de buurt onmiddellijk voor donkere maand zou wezen. Hij mag nog van geluk spreken dat hij bij ons terecht is gekomen. Ja, ja, dat is waar. Ik bedoel, als dit geld zou verdwijnen, dan zou er geen haan naar kraaien, hè? Kunnen ze toch moeilijk wit poeier overeen stuiven om het op vingerafdrukken te onderzoeken? Ja, maar stel nou eens dat hij het aan iemand verteld heeft van dat geld. Hoe kan dat nou? Nou, hij vertelde mij een paar dagen geleden dat hij zijn broer geschreven had. Misschien heb je er toen wel iets over gezegd. Ja. Dat wil zeggen, geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om dat geld te pikken, hoor. Nou, ze zouden hier gauw genoeg te grazen hebben. Nou, dat moet je niet zeggen. Daar zou ik wel wat op weten. Je zou bijvoorbeeld een briefje in die sok kunnen stoppen. Een briefje? Met wat erop? Nou, bijvoorbeeld, verschuldigd wegens lening, 70 pond, Jim. Jim? Waarom Jim? Gebruik je hersens nou toch eens. Er lopen toch zeker zo'n miljoen kerels in Londen rond die Jim heten. Nou, tegen de tijd dat ze die allemaal hebben nagevraagd, nou, daar komen ze toch nooit uit. Dat is toch zeker nog erger dan die grote treinroof. Nou, even goed kunnen we dat geld niet halen. Goed, schat, goed. Hoewel, ja, je zal toch moeten toegeven dat hij ons een hele hoop gedonder heeft veroorzaakt. Waar of niet? Morgen, dan ben ik weer de hele dag voor hem in de weer om alles in orde te maken. Zit ik natuurlijk voortdurend in taxis. Taxis? Ja, ik had toch moeilijk dat allemaal afgelopen op die moeie voeten van me. Ik moet zorgen dat er een gerechtelijk onderzoek wordt geopend en zo. En daar heb ik toch zeker een zakcentje voor nodig, of niet soms? Ja, dat lijkt me wel heerlijk, ja. Ik kan het toch niet allemaal voor niks doen, schatje? Voor niks gaat de zon op. Tijd is geld voor mij. Ik kan een snipperdag nemen, natuurlijk, maar een snipperdag is een vakantiedag voor mij. En die zal die me toch zeker op de een of andere manier dienen te vergoeden. Met een paar dagen loon, om maar iets te noemen. Ja. Nou ja, het zal wel goed wezen, denk ik. Natuurlijk is dat goed. Hij mag nog van geluk spreken. Stel dat ik toevallig een hoop overwerk had gehad. Had ik helemaal geen tijd voor al die extra romslomp. En dan denk ik ook nog eens aan die schrik voor jou. Hè? Ja, ik ben er helemaal van overstuur. Ik loop er nog van te beven. Nou, dan is het toch niet meer dan logisch. Moet je eens opletten. Morgen heb je er nog de hele dag de naweeën van. Hier, pak aan 5 pond. Dat zijn geld. Wat niet weet, wat niet deert. Nee, dat ken ik niet, Jack. Eerlijk niet. Niet met... Luister nou. Pak het dan maar aan. Maar als ik nou het gevoel heb dat het niet in de haak is. Nou, stop het dan maar gauw weg. Bij wijze van compensatie. Die vent heeft jou een lelijke geestelijke opdonder verkocht. Hij is je op zijn minst een paar flessen bloedwijn verschuldigd om weer een beetje op krachten te komen. Meen je dat nou? Stop weg, zeg ik, meid. En dan moeten we vooral ons geld niet met het zijne door de war laten komen. Stop het maar gauw in je tas. Zo, en ik neem er 10 pond af voor het verlies van mijn snipperdag. En dan nog een pond voor die taxis. En je zegt altijd dat je zo'n ekel hebt in taxis. Dat heb ik ook, dat is iets voor dikke prollen. Nou, waarom pak je dan geld voor taxis? Omdat ik met de bus ga en zodoende er wat aan overhoud.
Dat zou hij ook gedaan hebben. Hij was een zakelijk mannetje, schat, want anders had hij nooit al die poen overgespaard. Ja, maar toch zocht hij werk. Dat zei hij tenminste. Nou, ziezo, hè. Dan zal ik het allemaal even netjes opschrijven. We hebben dus 15 pond... Nee, 16 pond schade begonnen van hem gehad. Hoeveelste hebben we vandaag? Ja, weet ik niet, hoor. Nou ja, fijn, dit is de dag van zijn dood, dat onthoud ik zo wel. Hé, hey, zie je dat? Een ton duizen? Nee, een elektrisch scheerapparaat. En nog een hele jovel ook. Maar dat wordt natuurlijk gepikt zodra ze je maar een voet in huis zetten. Zou je denken? Natuurlijk. Je moet het zo bekijken, Ginny. Dat personeel van die begrafenisondernemingen en zo, hè, die verdienen maar een krat. Dus is het niet meer dan logisch dat ze hier en daar een graantje mee proberen te pikken? Waarom verdienen die lui dan zo weinig? Omdat ze indolent binnen. Indo wat? Lui. Oh. Ja. Zie je, stel je voor dat we een brief schreven in zijn handschrift, waarin hij die kamer voor een half jaar vooruit huurde. Dan konden we de rest van het geld ook in onze zak steken. Ja, maar dat doe je toch zeker niet? Nee, het is veel verstandiger om het geld zo in ons zak te steken zonder iets te zeggen. Als je de dingen zwart op wet zet, dan kennen ze je lelijk aan te hangen. Stop dat geld dan weer in die sok, Jack. Waarom? Het is bij mij net zo veilig als op de bank. De bel? Dat ken niet. Dan heb je de politie, Jack. Wat bedoel je? Hoe kan dat nou? Ze hebben natuurlijk door het raam gekeken. Wat is er nou? Stilzitten. Er is natuurlijk iemand die zich in het nummer vergist. Jack. Jack, stil. Zijn instanties, Jack. Het is precies zo'n belletje. Niks. Het is gewoon de een of andere gozer die verkeerd is. Schat, je koffer is hierheen. Waar zijn nu die sokken? Waarom zitten we op de grond, Jack? Automatisch. Wat ga je nou doen? Dat koffertje weer onder Fred zijn bed zetten. Nee, dat kan je niet doen. Waarom niet? Ze kijken misschien wel door de brievenbus, terwijl jij door de gang loopt. Dat klinkt als het belletje van de ziekenfondsbode. Wacht. Het wordt kletsnat als je het er buiten zet. Ik laat het er niet lang staan. Nou, ik ben heel blij dat jij in die brievenbus dacht. Ik kijk ook altijd door de brievenbus de gang in. Ja, achter zal geen mens naar de koffertjes zoeken. Nee, schat. Ga nou maar open doen. Open doen? Ja, we kunnen hier toch niet zo blijven staan? Er is iemand aan de deur. Ik ken het echt niet, Jack. Ja, wat wil je dan? Ik doe toch zeker nooit open? Nee, dat weet ik. Nou, schiet dan op. Ja, goed. Goed, Jack, ik ga al. Ja, wat de? Er is niemand. Hé? Wat zeg je nou? Nou, daar waren het zeker een paar qua jongens. Geloof je? Ja, wat zou het anders moeten wezen? Goedenavond. Goedenavond. Oh, dag meneer. Is dit nummer 9? Ja, wat staat er dan op het bordje? Ik heb daarnet gebeld, maar ik wist niet zeker. Trouwens, ik dacht dat u al naar bed was. Daarom ging ik... Maar toen zag ik opeens licht toen u de deur opendeed. Bij wie moest u wezen? Merritt. Oh, nou wij heten Flint. Probeert u dit hiernaast? Dat heb ik al gedaan. Ik was daar ginds op de hoek. En daar zei ze... Daar vertelde ze me dat Fred Merritt hier in de kost was. Hier, zei je ze. Ik was de hele straat al af geweest, ziet u. Fred is mijn broer. Ze zei... Hij is mijn broer, ziet u. En ik kreeg die brief van hem. En toen ben ik eerst naar het oude adres gegaan. Maar daar zei ze dat ik... Wij komen namelijk niet uit Londen, ziet u. Toen ben ik verdwaald. Ik hou er niet van om de weg te varen in Londen. Ze zei dat Fred hier in de kost was. Welke naam zei u ook alweer? Fred Merritt. Oh, die is hier in de kost. Oh ja? Al een paar weken. Is hij thuis? Is hij thuis, schat? Ik weet het niet. Wij letten nooit veel op hem, ziet u. Hij komt en gaat wanneer hij wil. Met andere woorden, hij is een volwassen kerel. Zou u misschien even... Ik bedoel... Kijk eens even of die er is, Ginny. In zijn kamer? Kijk maar even om het hoekje van die deur. Hij zal wel thuis wezen, want hij gaat zelden uit. Als hij thuis is, zou ik hem graag even willen spreken. Ben u familie van hem? Zijn broer. Zijn broer, dat zei ik toch al. Oh, ja. Ja, nou meid, hol dan eens even gauw naar boven en kijk of Fred thuis is. Kom erin maar. Hij leek me een beetje melancholiek vanmiddag bij de thee. Mevrouw maakte zich een tikkie bezorgd. Dat vertelt ze me net om u de waarheid te zeggen. Ik ben zelf ook net thuis, ziet u. Ik vroeg me af, weet u, het is intussen al met al tamelijk laat geworden. En nou vroeg ik me af of ik misschien bij hem zou kunnen logeren. Wat? Hier? Het hoeft niet voor... Ik bedoel, ik heb er wel een paar shilling voor over, hoor. Ik
Ik heb die hele reis achter de rug, weet u. En ze... Ik bedoel, ik had gerekend hier veel eerder te wezen. Ja, maar ik heb alleen maar een eenpersoonsbed. Hij ziet er zo raar uit, Jack. Raar. Wat is er? Hij is ziek. Ik zal het... Mag ik even naar hem toe? Ik weet precies... Wacht u maar even. Dit is onze huiskamer. Ja, hij is een beetje... Eigenaardig van vorm. Ja, dat komt omdat het een hoekhuis is. Ik vind het wel leuk. Ik hou van alles dat ongewoon is. Kijk, hier. Dat is een foto van mijn zoon, Teddy. Oh. Lijkt me een flinke kerel. Ze hebben hem toen een hele lichamelijke opvoeding gegeven. Is hij bruin? Die foto is in Skegness genomen. Daar schijnt bijna altijd de zon. Waar is hij nu op het ogenblik? Hij is dood. Oh nee, ik dacht dat... Ik bedoel, u praat over hem alsof... Het lijkt waarachtig wel alsof hij bewusteloos is. Een coma. Olieve deugd. Wat is het? Ja, hij raakt gauw in een coma. Wil u misschien even naar hem toe gaan? Ja, graag. Het lijkt me het beste. Die deur die open staat, achter in de gang. Ja, dank u. Doe die deur dicht. Hemel, wat heb je me laten schrikken. Als je maar blijft vasthouden aan ons verhaal. Ja, maar denk je dat het goed gaat? Natuurlijk. Oh. Ja? Meneer. Waar is zijn koffertje? Ik kon het niet. Ik heb overal... Maar hij moet een injectie hebben. Een injectie? Wat voor een... Had hij geen koffertje bij zich toen hij hier kwam? Heb jij een koffertje gezien, schat? Nee, ik kan me niet herinneren dat hij... Moet hij gehad hebben. Een klein zwart koffertje. Luister eens goed, makker. Er is hem vanavond nog medische hulp aangeboden, dus begin jij nou alsjeblieft niet... Ik moet een dokter halen. Met dokters wil die niks te maken hebben. Dat hebben we allemaal uit en te nabesproken, makker. Waar is hier een dokter? Op de andere hoek. Je moet er zijn langs gekomen. Er hangt een groot bord met dokter Petri erop, naast de deur. Ik rol er gauw heen. Hij is voller in zijn gezicht dan Fred. Ik verstop dat koffertje. Waar? In de kelder, onder de kolen. En denk eraan, wij hebben geen koffertje gezien. Waar is uw man, mevrouw? Die is beneden. Die is even kolen scheppen. Nou, hoe is het met hem, dokter? Hij is dood. Nee, toch, hè? Wat ellendig. Ik begrijp niet waarom hij zijn injectiespuit niet bij de hand had. Heeft u niet verteld dat hij diabeticus was? Nee, hij heeft ons nooit wat verteld. Hij moet een injectiespuit gehad hebben. Neem of meer flesjes insuline. Hij wilde niks weten van een of andere medische hulp, ziet u. Heeft mevrouw u dat niet verteld? Jawel. Hij was een reuze koppige kerel. Het is ontzettend jammer dat u me niet meteen gewaarschuwd hebt toen ik dat zei. Als ik een half uur eerder was geweest, dan was hij in leven gebleven. Hij lag alleen nog maar in een coma. Ik had hem een injectie kunnen geven, dan was hij gered geweest. Ah, daar komen ze met de brancard. Ja, hij wou het nou eenmaal absoluut niet. Ik begrijp niet waarom niet. Vraag u maar aan mevrouw. Wat is er precies gebeurd? Nou, ik heb hem redelijke medische bijstand aangeboden. Voor zover hij die van ons mocht verwachten als kostganger. Maar hij weigerde. Wat zei hij precies? Wat zei die, Ginny? Dat weet ik niet meer, Jack. Hij weigerde in ieder geval categorisch, dokter. Dat weet ik nog wel. En ik dacht dat u niet thuis was. Ik was thuis en toen ben ik weer weggegaan. En daarna ben ik weer thuisgekomen. Ik was uit en thuis, om zo te zeggen. Ja, u kunt het navragen bij de lui van de bond. Daar ben ik de grootste helft van de avond geweest. Dat is vreemd. Ah, daar gaan ze met de brancard. Ik moet hier even bij zijn. Ze zijn weg. Hey, waar is die broer? Nou, met ze mee, denk ik. Tja, opgeruimd staat netjes. Morgen verbrand ik dat koffertje. Hey? Of nee? Nee, ik doe het nou meteen. Waarom, Jack? Nou, kijk, dat is het verstandigste. Die broer die komt opeens op ons dak vallen, net terwijl we ermee bezig waren. En daarom moet dat koffertje gauw verdwijnen. Vooruit, schiet op. Port dat vuur op. Ja. Ziezo, hij trekt daar weer. Het is het beste dat we het meteen doen, schat. Morgenochtend worden we hier overstroomd met allerlei instanties.
Nou, het is alleen maar karton, dat koffertje. Het fikt lekker. Lekker warm, hè? Gaat mijn kippenvel helemaal van over. Die sokken zullen we maar niet verbranden. Dat stinkt. Ja, dat is pure wol. We zullen ze maar in mijn la leggen. Gooi dat dagboekje erop. Moet je kijken, zeg, hoe dat leer helemaal in elkaar krimpt. Lijkt wel of het leeft, hè? Ja. Toch maar gelukkig dat we eerst dat verhaal van ons kloppend hebben gemaakt. Wat doen we nou met dat geld? Dat weet ik nog niet, schat. Houden we het? Daar zijn we wel min of meer toe gedwongen, vind je niet? Wie is dat? Er loopt iemand in de gang. Wie is daar? Ik dacht dat u weggegaan was met... Ik heb op zijn bed gezeten, ziet u. Ik ben er zo van geschrokken dat ik... Hij was een reus. Jullie verbranden zo'n koffertje. Dat is zijn koffertje. Ik zie het. Wat hebben jullie? Om! Die gaat natuurlijk naar de politie. Dat moet hij weten. Denk je niet dat we gedonder krijgen over dat koffertje? Laat me nadenken. Heb het gezien, zie je? Wacht nou even eens. We moeten een of andere reden verzinnen. Daar ben ik mee bezig. Ik ben bezig een reden te bedenken waarom we dat koffertje moesten verbranden. Ja. Zeg dat Fred het ons gevraagd heeft vlak voordat hij die komma kreeg. Waarom? Omdat niet uit te laten lekken van die naaktfoto's. Ja. En dat wij toen beloofd hebben... Ja. Om het voor hem te doen. Ja, iets in die geest zal het wel moeten wezen. Zie je, schat, als die verrekte instanties zich ermee gaan bemoeien... dan kunnen ze verdomd pijnlijke vragen gaan stellen. Afijn, we mogen nog van geluk spreken. Waarom? Nou, we hebben de kans gehad om de eerste helft van ons verhaal af te spreken. Het enige wat we nou nog hoeven te doen... is de laatste helft ook kloppend te maken. Want weet je wat het is, schat? Het gaat tussen hun en tussen ons. En het heeft geen enkele zin om de zuivere waarheid te vertellen. Want die geloven ze toch niet. Ze redeneren nog eenmaal. Fred is dood. Dit was een hoorspel van Alan Gosling in de Nederlandse bewerking van Alfred Pleiten. Jack en Ginny Flint werden gespeeld door Bert van der Linden en Nel Koppen. De broer was Paul Deen en de dokter Van Heskes. De regie had Dick van Putten.